denk dat er nu twee nieuwe spelers ingevlogen worden, Aad, hè? Worden nu twee nieuwe spelers ingevlogen. En lekker drie punten bijschrijven. Jongens, kom op. Schrijf, fijne wedstrijd. Oké, vriend. Een half jaar heeft zijn voetbalpensioen geduurd. En nu is hij terug als trainer. Rob Jacobs, 71 jaar. Nadat Wim Schouten na de eerste seizoen zelf moest vertrekken bij de zaterdag tweede klasse, werd door Neptune Schiebroek een beroep gedaan op Jacobs, die het trainerschap al snel miste. Dat gaat zo snel voorbij. En omdat je je hele leven in die voetballerij hebt gezeten en dan is het op een gegeven moment niks meer. Ja, inderdaad, niks meer. Alleen maar kijken. Ja, het is mijn ding. Ik ben ermee opgestaan en ik ga ermee naar bed. Dus dat is wel mijn ding. Lekker zeg. Hè? Niet alleen Jacobs, maar ook het eerste elftal van de zondagtak stopte na het vorig seizoen. Dat team speelde in de eerste klasse. En het verschil in niveau is merkbaar. Oh, godverdomme zeg. Het tweede klas KNVB vond ik qua voetbal niet een klasse waar ik me lekker bij voel. Ik ben wat meer gewend. Nou, en dan gaan we maar proberen om daaruit te komen. Met z'n allen. We moeten het met z'n allen doen. En je staat vierde, dat is nog niet eens een slechte uitgangspositie. Maar het kan gewoon beter. En ik breng het op mijn manier over. Nou jongens, voetballen nou, kom op! Hé! Hey! En dat pikken ze dan toch wel op ook. En dat werkt. Het werkt gewoon. Niet omdat we nou winnen, maar ik voel gewoon dat het werkt. Het moet roleren in dat middenveld. Dat is voor hun moeilijk te verdedigen. We moeten naar die tweede goal toe. We gaan dat niet verdedigen. We gaan aanvallen. We gaan die tweede goal proberen te maken. Maar dat moet via de zijkanten. Tijdens de wedstrijden heeft Jacobs de leiding. Maar de trainingen laat hij aan anderen over. De jaartjes gaan nu tellen. En ik kan nog alles doen. Maar het gaat een beetje moeizaam. En op de training moet je toch iets voor kunnen doen. Als dat niet meer kan, dan moet je dat aan een ander overlaten. Kijk, met die bal, ik kan ook een penalty nemen. En als hij hem van de Euromas aflegt, dan leg ik hem ook zo dood om de schoen. Maar mijn knieën doen zeer. Nou, dan moet je daar toch mee stoppen. En dan kan ik geholpen worden aan die knieën. Maar ik zeg het eerlijk, ik ben een beetje een scheidhit. Ik ben bang. Ik ben bang dat telkens ineens iets met mijn knie gebeurt. Of dat er een verkeerde knie aan zit als ik even weg ben. Ja! Nou, lekker, jullie dan een goede bal van die Max. Je zei die jaren gaan tellen. Dat zei je ook toen je stopte. Hè? Je zei, als ik doorga, dan blijf ik vandaag of morgen dood op dat veld. Ja, ik ben weer een half jaar ouder. Hè? Maar ik denk dat het ook uiteindelijk op het veld ook eindigt, denk ik. Maar daar willen we nog even mee wachten dan. Ja, lekker. Lekker. Lekker, 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 lekker.